Ja, ik ben hier gekomen namens de Week van Zorg en Welzijn. Ik ben wel enorm dankbaar voor hoe de zorg gaat. Maar als ik jullie zo zie, dan zie ik jullie er ook wel enorm van genieten. Is het ook wel heel mooi werk. En ik denk dat daar de Week van Zorg en Welzijn wel om gaat. Om trots zijn op hoe de gezondheidszorg is. Om waardering voor al die mensen, voor de verpleegkundigen en de behandelaars die elke dag hun stinkende best doen. En ja, dan kom ik niet met lege handen, maar dan heb ik een cadeautje. Maar ja, hoe kan een cadeautje nou opwegen tegen al dat moois en belangrijks? Dus ik had in mijn hoofd, er moet een soort van kloppend hart en water. Nou, dus daar hebben we heel erg over nagedacht. En uiteindelijk is het dit geworden, is het een fles. En als het goed is, dan komen er elke paar seconden komt er een druppeltje. En met het vallen van de druppel, daarmee tikt, als het goed is, het hart. Oh. Mooi, hè? Ja. Heel erg bedankt. Heel graag. Gedaan. Je bent natuurlijk een zeer succesvol sporter. Bewegen en sporten, heeft dat ook een rol gespeeld in jouw revalidatie? Als sporter begreep ik ook, voelde ik mij moe. En had ik als sporter geleerd, als je moe voelt, dan moet je vooral rusten. En dat dreef mijn ouders soms wel tot waanzin. En die gingen bij de arts dan klagen van Maarten, die doet de hele dag helemaal niks. En het heeft echt heel lang geduurd. Omdat ik dat eigenlijk, ja, die tijd had ik nodig. En die energie had ik nodig. En toen ik weer een beetje opkrabbelde, toen merkte ik eigenlijk zelf, niet omdat de arts dat vond, of dat mijn ouders dat vonden, maar eigenlijk merkte ik zelf dat, ja, als je dan toch weer iets gaat doen en als je dan weer een beetje gaat wandelen buiten en iets langer gaat wandelen en toch maar weer een paar baantjes zwemmen, dat het ook eigenlijk wel weer heel prettig is.